Ik ben Chris Jansen van Boekenbureau Ede. We hebben in één dag na de lockdown weten om te schakelen van een gewone winkel naar een online platform. We zijn begonnen met bezorgen in heel Ede en directe omgeving. En hebben op die manier veel goodwill gekweekt bij de mensen die nu alles weer open is. De weg naar de winkel zeer goed weten te vinden. Het was voor ons als boekhandel moeilijk om in de oude winkel uit te stralen dat we een breed assortiment boekhandel waren. Maar sinds de verdubbeling van 300 naar 600 vierkante meter is dat een heel stuk makkelijker geworden. Mensen komen nu echt een boekhandel binnenlopen. Ik ben Monique Kaufman, ben een van de drie eigenaren van Dekker van de Vecht met Astrid Verhoeven en Wieke Rommers. Ik ben Wieke Rommers, mede-eigenaar van Dekker van de Vecht sinds januari dit jaar, dus nog maar heel kort. Dat is spannend en nog extra spannend omdat het een vreemde tijd is. We hebben begin 2020 vijf weken lang verbouwd, hebben we vijf weken lang van mogen genieten en toen kwam die verrekte corona. Voor iedereen een lastige tijd, iedereen kent het verhaal, iedereen heeft het met zijn eigen boekhandel natuurlijk meegemaakt. Maar het leukste eigenlijk van die anderhalf jaar corona is dat klanten hebben geholpen door alle pakketjes die we hier in onze distributiestraat hebben klaargemaakt, die rond te fietsen in Nijmegen. En nu zijn we weer open, café open, we zijn weer gelukkig en kijken met vertrouwen de toekomst tegemoet. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst. We zijn heel veel aan het organiseren. Veel activiteiten, boekentafels buiten de deur, extra studieverenigingen als klant. Het is druk en hard werken, maar alles komt goed. Goedendag, welkom bij Primera Westra. Mijn naam is Hessel Westra. Wij zijn een combinatie van Primera en Libris bladzijdenboekhandel. En daar zijn we ontzettend blij mee. Boeken, tijdschriften, gemaksartikelen. U kunt het allemaal bij ons vinden. En door dat brede assortiment hebben wij het dag in dag uit ontzettend druk. En dan zijn we ook nog goed te vinden op internet dankzij de site die Libris ons aanbiedt. Het is een goede toevoeging van offline en online. En daar komen wij hartstikke ver mee. Dus wij zijn blij met deze samenwerking. Mijn naam is Amine Usman, eigenaar van Libris Boekhandel Voorhoef in Hilversum. Sinds twee maanden in het nieuwe pand. We zijn verhuisd tijdens corona van een huurpand naar een kooppand. Met toevoeging van nieuwe onderdelen. Dus naast de boekhandel en het leescafé hebben we nu ook een studio. Dat moet bij een Hilversumse boekhandel. En een bakker voor het dagelijkse brood en de dagelijkse aanleiding om naar ons toe te komen. Zware tijd gehad, maar we zijn er weer helemaal klaar voor. Welkom bij de nieuwe Veenerik. Het ontwerp van de winkel is gebaseerd op de Veense tuinbouwgeschiedenis. Hier in de tulp vind je alles op het gebied van boeken. Het mooie aan deze ruimte is dat alles op wielen staat. Hierdoor kunnen we de tulp in een handomdraai ombouwen voor lezingen, presentaties en andere te gekke activiteiten. De volgende grote verandering in de winkel is de kist. Hier vind je de leukste en origineelste cadeaus. De eyecatcher van onze nieuwe winkel is natuurlijk de kassakas. Het kloppend hart van de zaak. Ook boven kun je natuurlijk nog steeds terecht. Hier hebben we gewerkt aan een betere presentatie. Ik ben heel erg blij en trots
dat ik samen met mijn ouders, ons geweldige team en alle lokale bouwers deze winkel heb kunnen neerzetten. Wij hebben deze stap durven te zetten door het vertrouwen wat we krijgen van onze klanten. Bedankt daarvoor. Dag, ik ben Jannie Bijma. Ik ben boekverkoper bij Broesje en we staan hier in onze nieuwe winkel. We zijn vorig jaar in april verhuisd van de oude locatie op de Stadhuisbrug, waar we een winkel hadden van 1400 vierkante meter, naar de nieuwe De Neude, de Post. We hebben hier een winkel van 1800 vierkante meter. Je zult snappen dat er ontzettend veel geïnvesteerd is door Erik en Sandra van Doorn. Daarna kwam helaas de corona om de hoek kijken. En dat was wel een moeilijke tijd voor ons, maar de webshop is in die periode echt geëxplodeerd. We hebben daar heel erg goed mee gedaan. En sinds april zijn we eigenlijk weer open en we zien nu dat, ja, dat de verkoop gigantisch is. We draaien hele mooie omzetten. We zien gewoon dat de investeringen zich terugbetalen. En we zijn als team ontzettend trots op wat we hier hebben neergezet met elkaar.